Wij kunnen veel leren van Ghana, woorden van president Chandrika Prasad Santokhi tijdens een op woensdag 16 februari 2022 gehouden persconferentie, vlak na de terugkomst van de Surinaamse presidentiële delegatie uit Guyana. Het staatshoofd had een onderhoud met de president van Ghana. Beide landen willen de bilaterale banden verder aanhalen. We hebben ook bilaterale ontmoeting gehad met de president van Ghana. Zijn excellentie Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en een delegatie. En in feite heeft hij met zijn aanwezigheid daar een paar boodschappen gegeven. Hoe zij daar omgegaan zijn met die oil en gas. En dat we daar een heleboel van kunnen leren. De zwakke momenten, de sterke momenten. Maar uiteindelijk hebben ze Ghana kunnen ontwikkelen uit die sector. En hoe ze dat gedaan hebben, vanuit staatsbedrijf naar private bedrijven. Het is goed om naar die wereld te kijken. We hebben één sterk voordeel. Dat Guyana in feite een paar jaren voorsprong heeft op Suriname als het gaat om die oil exploitation in die offshore. Wij hebben dat nog niet. We hebben veel ervaring. Aan die olie-exploitatie onshore, wat staatsolie doet. Nou, daar willen we ook de regio mee ondersteunen. Dat heeft de CEO van staatsolie ook aangeboden. En de CEO van staatsolie heeft vorige week nog een presentatie gehad voor de regering van Guyana, hoe wij het hier doen. En ook zijn bereidwilligheid getoond om ook personen te trainen. Aan de andere kant zegt de president van Guyana dat ze binnenkort gaan starten met training van studenten op het gebied van oil en gas op verschillende niveaus. Technisch, bachelor, master. En hij vraagt ook Suriname om ook onze studenten daar te sturen. Om te studeren. Zodat we als kleine landen zelfstandig die oil en gas ter hand kunnen nemen. Want wij hebben gebrek aan kader en deskundigen op dat stuk. Dus nogmaals, van Ghana. We kunnen ook veel leren en bilateraal hebben we afgesproken, namelijk er is een overeenkomst tussen Ghana en Suriname. Er zijn veel bezoeken over en weer geweest, missies zijn er geweest. We hebben recentelijk onze ambassadeur van Suriname in Ghana benoemd en beëdigd, mevrouw Grand Galong. En zij heeft de opdracht van me gehad om nu een andere fase in die samenwerking in te zetten. En dat is aantrekken van investeerders. Aantrekken van die business community. En laten we kijken hoe onze business community kan inspelen. Er komt de samenwerking tussen, komt de raad tussen de business community van Suriname en de business community van Ghana. We hebben ook gevraagd om ons bij te staan bij de productie van goud, omdat Ghana ook een goudproducerend land is. Ze hebben enorm veel kennis, ervaring en inzicht. En ook onze ambitie om een eigen goudmijn in Suriname op te zetten. Daarover zijn ze bereid ons de nodige adviezen ook te geven. U weet, we zijn in gesprek met top goudbedrijven van de wereld. Zeker de top drie. Om mogelijkheden zoeken om samenwerking met hun. Om een goudmijn in Suriname op te zetten. De ministers van Enna en Bibus die zijn bezig met de gesprekken met die goudmaatschappijen. Nogmaals. Ghana ondersteunt op dit moment Guyana met het local content beleid. Omdat ze enorm veel ervaring hebben hoe lokale bedrijven in te zetten bij die oil- en gasproductie. En wij hebben gevraagd om ook die ondersteuning aan ons te geven. En binnenkort gaat de minister samen met de minister van Buitenlandse Zaken van Ghana afstemmen. En nagaan welke de updates zijn in de samenwerking, welke de nieuwe projecten zijn. En dan wordt er een de overeenkomst aangepast met een officieel bezoek. En ik denk dat de minister van Buitenlandse Zaken Ghana naar Suriname komt. Of ja, dat moet even kijken. Want hij zou al komen, maar vanwege COVID is zijn reis niet doorgegaan. We kijken even wat het beste is. Maar we gaan deze samenwerking oppakken en investeren in de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Ghana.